Welkom bij een nieuwe video van Elishop. Het wordt weer winter en dat betekent natuurlijk dat de verwarming weer aangaat. Wat je daar niet wil is dat de warmte verloren gaat door een tochtprobleem, een isolatieprobleem of ander warmteverlies. Ik ga je in deze korte video laten zien hoe je een infraroodcamera gebruikt om binnenshuis problemen op te sporen waardoor je warmte verliest, om ze zo gemakkelijk op te kunnen lossen. Voor deze video heb ik de Guide PC210 meegenomen, wat op het moment de best bang for buck infraroodcamera is. Tocht kan je soms voelen, maar het is al best wel moeilijk om te zien waar het nou ontstaat. Daarnaast is met het blote oog al helemaal moeilijk om te zien waar warmte verloren gaat door ofwel slechte isolatie of warmteafgifte aan een dunne buitenmuur. Dit is waar de infraroodcamera van pas komt. Met de infraroodcamera kan je binnenplekken vinden waar koude lucht bijvoorbeeld langs deuren of ramen komt. Als oplossing hiervoor zou je dan bijvoorbeeld een tochtstrip aan kunnen brengen om deze luchtstroom te onderbreken. Wat je hier op de linker video duidelijk aan de blauwe kleur ziet, is dat er zonder tochtstrip aardig wat koude lucht onder de deur vandaan komt. In de rechter video zie je dat door het aanbrengen van een tochtstrip deze koude luchtstroom sterk wordt verminderd. Ook kan je van buitenaf zien waar bijvoorbeeld door een dunne buitenmuur de warmte van een radiator verloren gaat. Als oplossing hiervoor zou je dan bijvoorbeeld radiatorfolie aan kunnen brengen, wat de warmte direct weer reflecteert naar binnen. Als voorbeeld zie je hier een stuk gevel waar zich direct achter de muur een radiator bevindt. Wanneer je deze bekijkt met de infraroodcamera, zie je het volgende. Let bij het vergelijken van de volgende beelden goed op het weergegeven temperatuurbereik en de spottemperatuur, die door de camera op basis van de situatie worden aangepast. In de linker video kan je duidelijk de radiator door de buitenmuur heen zien, wat betekent dat er veel warmte aan de muur wordt afgegeven. In de rechter video zie je dat na het aanbrengen van radiatorfolie de temperatuur een stuk is gezakt en er dus minder warmte aan de muur wordt afgegeven en meer warmte terug de kamer in wordt weerkaatst. Na het aanbrengen van tochtstrips kan je ook de kwaliteit van de tochtstrips checken en kijken of echt alle luchtstroom tegengehouden wordt. Zoals je hier ziet is een voorbeeld van een aangebrachte tochtstrip waar toch net nog een koude luchtstroom langskomt. En dit is duidelijk in beeld gebracht door de infraroodcamera, waardoor je dit probleem alsnog achteraf kan oplossen. Waar het oplossen van problemen van warmteverlies vaak relatief simpel is, ligt het probleem bij het opsporen van deze problemen. In deze korte video heb ik jullie laten zien dat het gebruik van een infraroodcamera bij het opsporen van deze problemen ontzettend handig kan zijn.